Goeiedag, welkom terug bij deze zomerhit van Richie Fennis. Zomerhit, ik zou te lachen, want ik kijk net naar buiten, lig ik ook een half meter sneeuw. En dan hebben jullie het over een zomerhit. Nou, dan gaan we gewoon even doen. Kun je in de zomer leren spelen? Kun je hem nou leren spelen in de zomer? Kun je hem dus uitvoeren op de camping of in de tuin? Ja, ik hoorde al een paar mensen hier vandaan zeggen, wat doet die nou joh, het officieel? Ja, het officieel, ik zal het even uitleggen. Het officiële intro, ja, bij deze, dat is deze. Dan pak je de derde op je kijk. Ja, even uitleggen, dat is de A's naar derde positie. De officiële intro heb ik het nu over, hè jongens? Ja, blijf er even bij. A's naar derde positie, D's naar tweede positie, G's naar open, D's naar derde positie, G's naar tweede positie en weer open, E's naar derde positie, A's naar tweede positie, D's naar open, D's naar tweemaal derde positie, tweede positie D's naar en open. Ik hoef het niet nog een keer te doen, want jullie kunnen namelijk juist terugsporen. Of weet ik, misschien kunnen we bewerken in slow motion. Ja, dus dat is het officiële intro. Nou horen jullie mij naar dit doen. Ja, dat kan jullie ook doen. Je hoeft niet helemaal te doen zoals ik het doe, maar... Vroeger heb ik hem wel eens gespeeld met de band, ja, en toen zeiden ze, ja, dat intro hartstikke leuk, maar dan vind ik ook tussendoor nog eens een keer iets doen. Dan kun je wel weer het intro doen, maar het is ook leuk om een keer een ander iets te bedenken. Hoe hebben wij dat toen opgelost? Is door de E's naar B te pakken, derde positie, A's naar open, ja, E's naar indrukken, A's naar tweede positie, dan gelijk naar de derde, dan naar de C, F en de G. Kom hier aan bij de G. Dan pak je de D's naar derde positie, D's naar tweede, D's naar open. En dan doe je weer C, F en G. Ja, dus carry. Dus je kan dus open slag spelen. Dat is deppen. Ja, nou dat is heel makkelijk uit te leggen, die akkoorden. Dat is de C-akkoord. Het F-akkoord. Maar ik pak hem ook zo, ook bij jou, voor jullie dan speciaal. Dus eigenlijk hetzelfde als de F in barré. Maar dan pak ik deze op de onderste twee. F in barré, de onderste, op de onderste twee. Ja, hé, dat ruimt ook, ja. Goh, hij zegt, misschien moeten we zelf een keer een liedje gaan schrijven. We kennen het meteen rijmen. Ja, daar hebben we. Ik heb met de tempo. Nu nou halverwege een nummer zijn, doe je ineens een keer weer tussendoor. Kom hier aan en doe je. Ja, dus een vrij makkelijk nummer, het is de C, de F en het G-akkoord. Ja, het officiële intro dus. Met ja, dat doe je dan zeg maar bij het begin en dan doe je eerst even de slag en dan kom je aan op een gegeven moment op de G en dan doe je dat. Dat is toch hartstikke leuke variatie of niet? Jongens, word geen kopie van Richie Valens. Lijkt me sterk, want die man die kon een partij Spaans praten volgens mij. Ja, het enige wat ik kan zeggen is Unes Cerveza dos Pollo por favor. Ja. Oké, dus nou, dit was een heel makkelijk lesje voor jullie, vond ik. Vond jij, schat? Ja, maar speel hem nou eens lekker helemaal dan. Speel hem nou eens lekker helemaal. Ja,
hartstikke leuk voor de zomer om dit te leren, toch of niet? Spoel hem terug, kijk goed wat ik doe en dan komen we er vast zeker uit. Wel onthouden, overgaan van de C en de G. Drie akkoorden, meer is niet meer, hartstikke leuk. Ja. En probeer dan zelf een beetje te variëren. En dan stuur anders weer een videoreactie op als jullie het een beetje door hebben. Is leuk, ja? Vonden we grandioos wie te deden. Ja? Hey, hartelijk bedankt. En vanavond om 9 uur op de chatbox, als jullie zin hebben. Ja, op onze website. Ja, lekker babbelen. Hoi jongens.